Yes. Alles lijkt in orde. Wacht, ik kan nog eventjes moeten checken. Ja, eens wachten. Nee. Voilà. Zij komt je. Dag iedereen, hoe je avond. Ik ben nu even aan het instellen. Voilà. Misschien een tikkeltje naar hier. En toch zo nog naar beneden. Ja, even wachten. Ja. Nog eventjes. We hebben nog even tijd voor te testen. Wacht, hè. Ik kan in een ander programma checken. Ja, momentje, voilà, zo is het beter. Yes. Oké. Okay. Ik moet altijd zeker zijn dat je me gaat zien. Goed, nu ga ik terug naar YouTube. We hebben nog kleine 3 minuutjes. Ja. Hé. Hier even checken. Dag iedereen, voor degenen die bijkomen. Ja, nu ga ik die app eventjes nog moeten checken. Opnieuw. Ja. Oké. Dat is goed. Nog 1,5 minuut. Ja. Zeg, onze winter is gedaan, hè? Ik vond die sneeuw wel leuk. Het enige wat ik minder leuk vond, dan is het feit dat de vogeltjes hun eten niet konden vinden. Dus ja. Maar ondertussen is terug alles in orde. Wordt terug groen overal. En volgend weekend geven ze zelfs een echte warm weer voor de tijd van het jaar. Ja. Nog een klein minuutje en dan kunnen we starten. Je hebt toch iets om te drinken, maar dat is altijd handig. Ja, ik ga hier terug gaan. Voilà. We gaan ons klaarmaken. Ja. Goed. Hai, hai. Voilà. Dat is goed. Ja. Oké. In orde. Is het al 8 uur? Ik zie het niet. Wacht, wacht, wacht. Sorry. Ik moest hier dempen. Ik weet niet hoe laat het is. Goed, het is al 8 uur. Kunnen we beginnen? Is goed. Nee. Hier mag ik al afzetten. In orde. Doe jouw armen omhoog. Vergeet jouw rechterrug niet. Trek je omhoog. Vandaag doen wij een aantal grondoefeningen. En wij gaan elk deeltje van ons lichaam proberen te gebruiken.
We gaan onszelf een beetje uitdagen. Dus doe nu gewoon. Probeer jouw rechte rug te houden. Opgespannen die spiertjes langs jouw ruggengraat, zo beneden. Span je op en je gaat nu een beetje naar voren. Beetje naar voren. Als je dat goed opspant, hier van achter, dan voel je het. Dan ga je even naar voren, heel voorzichtig. En nu naar achter, terug recht zitten. Je mag nu lossen, losse rug, maak een bolletje. En je gaat nu naar beneden. Ja. Eventjes wachten. 1, 2, 3, 4 en 5. Hoofd omhoog. Voilà, schitterend. Ja. Ik moet zien dat ik niet tegen mijn kast. Draai met jouw armen. Ja. Goed naar achter. En maak nu zo'n bolle rug naar voren. En terug jouw ellebogen naar achter. En ach, dan kom je hier in die houding van een bolle rug. Terug, armen naar achter. En laatste keer, bolle rug. Je mag nu alles lossen. Ja, even jouw nek. Laat je hoofd even hangen. Ja, even draaien. Dan gaan we invliegen. Wij gaan op de rug liggen. Ja. Goed. We gaan met klassiekers beginnen. Dus we gaan nu gewoon ons bovenliggen, onze schouders omhoog doen. Dus ondersteun jouw hoofd. Duw je onderrug in de grond. Maar echt zorg daarvoor dat je altijd contact maakt met je onderrug en de grond. Heel belangrijk. En probeer bijvoorbeeld jouw bekken zo te kantelen, zodat je echt zeker bent dat je dat contact maakt met de grond. Dus kijk, nu zet ik gewoon mijn bekken normaal, ja, gelijk we het altijd doen op ons bed. En hier heb ik groter. Ik duw mijn onderrug in de grond, zodat die holte weg is. Voilà. Oké, open. Ellebogen. Hoofd omhoog. En we gaan gewoon eerst 10 keer. 10 keer omhoog. Voilà. Dat is 1. En 2. En 3. 4. 5. 6. 7 en 8 en 9 en 10. Super. Probeer zo te houden. Blijf houden. Blijf houden. Even houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Je mag even ontspannen. Maak je Trek jouw benen helemaal. Maak je heel lang. Probeer met je hoofd van links naar rechts te draaien. Nu mag jouw nek wat ook rusten. Ja. We gaan hetzelfde doen, maar we gaan nu 15 keer omhoog. Dus je gaat schuin omhoog. Je weet het. Je zorgt dat hier tussen jouw kin en jouw borstkast hier ruimte is. Voilà. En dan gaan we omhoog. We gaan zo starten. Voilà, even. Ja. En we gaan nu omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6 en laatste 5. Terug lang maken. Super. Ja, heel goed.
Dan ga je knieën terug plooien. Voilà. Ja, schouders terug omhoog. Nu eventjes iets anders. Voilà. We gaan gewoon onze ellebogen tot aan onze knieën brengen. Voilà, we gaan afwisselen. 1, 2, 3, 4, 5. Maar probeer altijd met jouw schouders boven de grond te blijven. Dus je hoeft niet elke keer met jouw schouders op de grond te gaan liggen. Dus ik ben mijn tel kwijt. Wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Ik moet even, ik zie dat ik me altijd verplaats. Dat is al 9 zeker. 10, nog eens 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. En nu mag je terug heel lang maken. Goed lekker. Super. Ja. We gaan nog eens in die positie blijven. Die houding houden. Maar we gaan terug onze schoudertjes omhoog. Inhoud ondersteunt het hoofd. En we gaan gewoon enkel een paar keer klikken. 20 keer, niet een paar keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En direct andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En wat gaan we nu doen? We gaan niet liggen. We gaan gewoon zitten. Ja, ik ga terug even drinken. Voilà. Ja. Zoek evenwicht. Pak een benen vast. De benen omhoog. Dat is de bedoeling dat die blijft, dat die niet valt vooral. Dus. Span je eigenlijk hier is mijn rug ook aan het werken. En eigenlijk mijn bovenbeenspiertjes ook heel hard aan het werken. Dus probeer jouw beentjes omhoog te houden. Wat we nu gaan doen. Ik ga elke keer mijn been losmaken. Dus wacht, hè, nu ben ik weer gevallen. Ik ga me even moeten verzetten, want hier is precies geen plaats. Dus, ik hou mijn been vast. En mijn andere been gaat opzij. En we gaan even gaan. Je kan jouw been, andere been gewoon nog lager boven de grond. Is dit te moeilijk? Zet dan jouw been hoger. Oké. Dat is onze tweede been. Blijf maar houden. Eigenlijk is dat niet moeilijk, die houding. Dus je blijft gewoon boven de grond. En span je been op. De gestrekte been is best opgespannen. Dan heb je tenminste een effect van die houding. Vergeet niet te ademen. En doe dit niet te snel. En je zoekt naar evenwicht. Eigenlijk, als je dat regelmatig doet, dan voel je dat dat niet moeilijk is. Eén keer, bij mij is dat rechts. Even houden. Even houden, heel goed. En een laatste keer, met de linkerkant. Even houden. Eigenlijk kan je die houding gewoon blijven babbelen. Pak je beide benen vast. Voilà. Even goed. En nu gaan we lossen. Ja. Oké. Wat ik eigenlijk nu even
moet doen, even mijn nek ontspannen. Ja, voilà. Heel goed. We gaan op de ellebogen. Op die manier. Voilà. Terug een van die oefeningen die misschien ingewikkeld lijken, maar ze niet moeilijk. Strek jouw been op. Je kan het hoger doen, je kan het lager doen. Stel, doe jouw been wat hoger. En leg andere been zo en even zo houden. 1, 2, 3, 4 en 5. We gaan nu met been naar beneden. 1, 2, 3, 4 en 5. We gaan even ontspannen. Goed. Ga ik hier moeten draaien? Ja. Voilà. Ik kan nu andere kant doen. Been omhoog. Andere been. Voilà, 1, 2, 3, 4 en 5. Voilà, 1, 2, 3, 4 en 5. En terug lossen. Goed. Voilà. Leg je terug op je rug. Nu, die oefening die we gaan doen, dat is super gemakkelijk in vergelijking met de houdingen van daarjuist. We gaan gewoon met gestrekte benen, probeer jouw tenen naar beneden te duwen en jouw hiel naar het plafond. We gaan gewoon 8 maken. Voilà, gewoon 8. 1, voilà, 2, 3. En 4, een andere kant, andere richting, ja. Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4, super. Yes! Nu gaan we ons helemaal draaien. Ja. Op je handen steunen. Is dit lastig voor je polsen of voor je rug? Kan je uiteraard vanuit jouw ellebogen die oefening doen. Dat, zo span je jouw rug. Voilà. Ja. Trek jouw been naar achter. Plooi jouw knie. En wij gaan nu 30 keer omhoog. Een beetje omhoog. Is al genoeg. Duw jouw hiel naar het plafond. Trek jouw tenen naar je toe. Zo maak je tenminste een beetje wat... Maak je dat jouw lichaam echt serieus aan het werken is. Hè? Dus we gaan 30 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed. Aan de andere kant. Ja. Mooie nachten. Ja. En 30 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We gaan niet te lang pauzeren. Wacht, ik moet even nog iets checken. Zo kan ik altijd nog zien of alles oké is. Oh my god, ja. Ik zie het. Ja. Yes. Goed. Ja, voilà. Dat is goed, hè. Ja. Nu. Gaan we. We gaan hetzelfde doen 20 keer, maar dan gaan we direct dat doen. Dus elleboog naar onze knie. 10 keer. Oké? Dus. Ja. Trek jouw been. Duw je heel weg.
Trek jouw tenen naar je toe. Plooi jouw been. 30 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nu direct knie naar onze elleboog. 1, woehoe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Goed, ja. Dan gaan we de andere kant doen. Yes. Voilà. Terug. Plooien. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En yes, hop. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Goed. Je mag even iets gaan drinken. Tel een keer tot 10 bij jezelf. Wij gaan een plakje doen. Ja. Voilà. Heel blij. We gaan op de ellebogen. Wij gaan voorzichtig. Wij gaan schommelen. Allemaal goed. Wij gaan eerst tot 10 tellen. Dan doen we een van onze been omhoog. Ik ga straks laten zien. Tot 10 tellen. En dan doen we andere been omhoog. En tot 10 tellen. Wij gaan proberen. Hè? Voilà. Oké. Ja. Dus wij gaan. Ja. Naar beneden. Ja. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je blijft. We gaan gewoon van kant veranderen. 1, dan gaan we draaien. 2, 3, 4, 5, 6, nog twee keer. 7, 11, en je mag nu op de knieën. En eventjes ontspannen. Voilà. Goed trekken de schouders. Heel goed. Voilà. Super. Perfect. Voilà. Ik heb weer te veel gedronken. Oh my god. Ga opzij. Ja. Voilà. We gaan knieën naar ons toe brengen. 10 keer. Dan gaan we onze voet draaien. En dan gaan we ons zo in die richting. Dus nu is voet omhoog. 10 keer. En dan knieën naar zo. En voet blijft plat. Je gaat dat zien. Je gaat dat voelen in je spiertjes. Maar wij gaan gewoon zo eerst beginnen. Voet ligt plat en wij gaan knie naar ons toe brengen. 10 keer. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We gaan voet draaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Gewoon jouw voet plat leggen, even schouder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En we gaan even wachten. Goed. En gaan draaien. Hetzelfde. Ja, knieën naar ons brengen. Platte voet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Rechte voet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed. Met die oefening, voet omhoog. En als we dat doen, bij mij, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij mij zijn mijn bovenbeenspieren heel erg aan het werken. Hier is alles opgespannen. Terug. Heel erg aan het werken. Goed. Super. Voilà. Wij komen terug. Huh? Terug 10 keer, dus 5 keer rechts. In mijn geval 5 keer links. Terug de oefening van daarjuist. Neem jouw benen vast. Jouw voetjes omhoog. Dus, ik ga mijn, in mijn geval ga ik mijn linkerknie, linkerbeen vasthouden, rechterbeen gaat naar opzij en kom terug. Oeh, probeer dat niet vallen. Probeer niet te vallen. Dat is 2. Dat is 3. En 4. Voilà. Maar probeer, stel dat dat niet lukt, probeer het op zijn minste 1 of 2 keer. Maar misschien lukt dat bij jou supergoed. Dat kan ook. Het zou wel handig zijn, moest je jezelf filmen. En dat je laten zien. Huh? Voilà. In mijn geval pak ik nu mijn rechterbeen vast. Mijn linker gaat opzij. Ja. Hop, hoe, hoe. En 2. Ja. En 3. En 4. Oké, en 5. Je ziet, ik ben daar zelf geen kampioen in, maar daarom ben ik aan het oefenen. Het gaat nu veel beter dan zoveel maanden terug. Wij gaan op onze buik liggen. Ja. Dan heel voorzichtig, een beetje omhoog gaan. Je weet dat dat meer dan genoeg is. Geen probleem. Voilà. Jouw benen blijven op de grond liggen. We gaan gewoon een klein beetje omhoog naar onze rug. Heel voorzichtig. Niks, maar geen pijn doen. Een beetje spanning doe geen kwaad, maar geen pijn. Hè. Voilà. Jouw hoofd probeer neutraal te houden, dat jouw hoofd niet omhoog trekt of niet naar beneden hangt. Dus probeer dan gewoon naar beneden te kijken, maar jouw neutrale... Nu hou jouw hoofd gewoon neutraal. En wij gaan wachten, even goed liggen en wij gaan omhoog. 1, naar beneden. Terug omhoog, dat is 2. Goed. En dat is 3. En dat is 4, 5, 6,
7, 8, 9. En nu gaan we even schouderen. 1, 2, 3, 4 en 5. En ontspannen. Draai we jouw poep van links naar rechts. Super. Ja. Blijf op je buik liggen. We gaan nu ons been, opgespannen been, klein beetje omhoog. Dat is niet de bedoeling dat je been helemaal hoog gaat. Je moet gewoon hier, jouw bekken houden steeds contact met de grond. Voilà. Oké, je gaat omhoog, één been. Andere been is gestrekt gewoon, ligt neutraal op de grond. De been die nu omhoog is, is opgespannen. Duw jouw heel naar achter. Trek jouw tenen naar je toe. We gaan nu even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En even lossen. Ja. Oké. Dan is een andere kant. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Super. We gaan nu op de ellebogen. Heel voorzichtig. Ja. Kijk achter u, maar voorzichtig, hè. Je luistert naar je lichaam. Je weet wat voor jou goed is. En nog één keer. In mijn geval kijk ik hier rechts. En nu kijk ik links. Voilà. Draai je op je zij. Trek je knieën tot bij jou. Hier hand. Hier. En nu gaan we omhoog. Super. Ja. Voilà. Ja. We gaan nu op de ellebogen. Ja. We gaan één been weer strijken. En we gaan cirkels draaien. 10 keer ene kant, 10 keer andere kant. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Vergeet niet dat je been is opgespannen. Ik denk dat dat 3 is. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We gaan direct de andere kant. Ja. Voilà, opgespannen been. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ik zie mezelf hier. Op tv en soms zie je mijn gezicht gewoon niet meer door mijn haar. Goed, hè? Voilà, ga op je knieën zitten. Super. Je mag jouw knieën een beetje meer openen. Want wij gaan nu gewoon helemaal naar voren. Een beetje stretching van onze rug. Ja. Trek jouw handen goed vooruit. We gaan even in die houding blijven. Ja. En we gaan nu terug. Super. Goed. We gaan nog altijd die houding blijven op onze ellebogen. Terug plankhouding. Ja. Wat? Leg jouw been. Dus
één been gaat op het andere been liggen. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En andere kant. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En op de knieën. Heel goed. Dat is allemaal niet moeilijk. We gaan op onze rug liggen. Voilà. Ik kan nog even de latist. We hebben nog genoeg tijd. We gaan fietsen. Dus we gaan 30 keer in één richting fietsen, tot 30 tellen aan, en dan 30 keer omgekeerde richting. Enfin, andere richting. Ja. Goed. Leg jouw handjes hier. Ja, duw je onderrug. Altijd onderrug in de grond. Heel belangrijk. Voilà, wij gaan nu fietsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om zeker te zijn dat jouw rug bij de grond blijft, ga met jouw schouders omhoog. Ondersteun jouw hoofd. En we gaan nu andere richting draaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak jouw benen omhoog. We blijven onze schouders omhoog. Even handen. 1, 2, 3, 4 en 5. Je mag jouw benen. Nu maak je heel lang. Voilà. Blijf maar liggen. Ik moet even mijn gsm verplaatsen. Maar misschien anders ga ik die verpletteren. Yes. Goed. Ja. Dus. Wij zijn hier geweest, gestrekte benen, heel veel handen onder je pop. Het moet niet, maar misschien kan je jouw rug op die manier beter beschermen. Wij gaan onze benen samen, wij gaan met beide benen naar de grond, naar beneden gaan. Voilà. Als we naar beneden gaan, ademen we uit. Dus nu adem ik in. En nu ben je naar beneden, adem ik. Dus bij een inspanning adem je uit. Oké. Terug bij onze benen aan de poep. Ja. Beide benen. Probeer jouw onderrug nog altijd in de grond te blijven. Probeer te duwen. Voilà. Adem je in. En omhoog. En we gaan nu 5 keer op en af. Oké. En naar beneden. En omhoog. Ja. Nog 3 keer. Naar beneden. En omhoog. Nog 2 keer. Hop, 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 hop. En omhoog. Laatste keer. Hop, hop. Ja. Omhoog. Blijf bij jouw benen omhoog. Super. We gaan nu
Kleine cirkeltjes draaien. 4 keer. 1, 2, 3. En weer in andere richting. 1, 2, 3. En weer. Plooien op knieën. Super. Ja. Je mag jouw geplooide knieën op de schouderbreedte. Ja. Zetten. Doe jouw handen achter je hoofd. We gaan nu onze poep omhoog trekken. Dus zet jouw voeten misschien korter bij je poep, zodat je iets hoger omhoog kan. We gaan 20 keer op en af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. En je mag nu jouw knieën tot bij jou brengen en even schommelen. Super. Wacht, ik moet nog even drinken. Ja, voilà. In principe kan je die oefening doen ook vanuit een verhoging. Je kan bijvoorbeeld ook voor je trap gaan liggen en gewoon voeten een beetje hoger zetten en zo met jouw poep omhoog 10 keer. Eigenlijk kan je jouw trap in jouw huis voor van alles en nog wat gebruiken. Het is hetzelfde met de step. Bijna alle andere dingen kan je doen op je eigen trap in jouw huis, zoals we dat in de sport zouden doen op onze steps. Voilà. We gaan terug op onze rug. Ja. Yes. Nu gaan we handen hier leggen. Wij gaan omhoog, maar niet helemaal omhoog. Anders is dat heel moeilijk voor onze rug. Dus wij gaan zo niet helemaal omhoog, iets lager. Want wij gaan een van onze benen, geplooide been, leggen we op onze knie. Voilà. En we duwen knie naar beneden. We gaan even houden. 1, 2, 3, 4 en 5. We gaan van kant veranderen. Ja. 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, we gaan nu normaal doen. Hè? Dus knieën op de schouderbreedte. Nu mag je iets hoger. Nu mag je een beetje forceren. Helemaal omhoog gaan. Ja, hoe forceren? Je mag jouw handen naar achter, achter je hoofd. We gaan even stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Handen terug naar beneden. Wervel per wervel komen we terug op de grond. Eerstig, eerstig. Ja. Neem jouw knieën tot bij jou en terug even schommelen. Heel goed. Voilà. We blijven nog altijd op de grond. En vandaag is de dag van de grondoefeningen. Goed. Je kantelt die knieën. Knieën opzij. We vertrekken met onze schouders rechts omhoog. Maar dan gaan we draaien. Dus, je weet wat ik bedoel. Dus, omhoog. En we gaan nu draaien. Ja. Voilà. En dat is 1. 2. Voilà. 3.
Een zes. Zeven. Acht. Nog twee keer. Negen. En tien. Heel goed. Voilà. Ik moet me draaien, want anders kijk ik naar de kast en niet naar jullie. Voilà. Andere kant. Beide knieën. Ja. Omhoog. En draaien. Yes. Voilà. En dat is twee. Ja. Goed. En dat is drie. Voilà. Vier. Vijf. Zes. Ja. Zeven. Yes. Acht. Negen. En tien. Goed. Je kan voor jezelf een variatie doen van die houding. Gewoon één been op. Zo gewoon strijken en gewoon houden. Eén, twee, drie, vier en vijf. Dan gaan we veranderen van kant. Vijf. Eén, twee, drie, vier en vijf. Goed. Maak je opnieuw super lang. Even ontspannen. Heel goed. Je legt op de grond. Eén been blijft gestrekt. Je trekt jouw andere knie tot bij jou. Probeer echt tot bij jou te trekken. Ja. Zo. Ja, even houden. Dan veranderen we van kant. Sorry. Even houden. Ja. Super. Voilà. Ja. We gaan hetzelfde doen, maar we gaan onze knie proberen naar buiten te duwen. Dus ik duw mijn knie naar buiten. Dus dat is wat een beetje stretchen. Even houden. Ja. Oké. Dan is de andere kant. Ik ga me niet meer draaien. Ik ga gewoon mijn knie. Dus ik duw mijn knie naar buiten. Even stretchen. Eventjes houden. Ja. Super, super, super. Het gaat goed. Voilà. Als je thuis stretchoefeningen doet, hè, doe dat heel rustig. Ook geen pomphouding. Dus echt, ga bijvoorbeeld naar beneden, tot aan je knie, en probeer vol te houden. Tel in jezelf bijvoorbeeld tot drie. In het begin ga je misschien maar tot drie kunnen tellen. Volgende keer ga je voelen, als ik tot vijf tel, dan begint dat te lukken. Hè? Dus stretchen doen we heel rustig. En we vergeten niet te ademen. Goed. Je hebt gestrekte benen. Heel goed. Doe jouw handen naar voren. Of niet. Of doe jouw handen naar beneden. Want wij gaan recht zitten. Huh? Dus voilà. Ja. Wij zijn voorbereid. En wij gaan nu heel rustig omhoog. En wij gaan knieën plooien, ja, en wij gaan nu heel rustig naar achter. Weet je wat ook wel hier wel oké is? Stel dat je muziek hebt thuis, doe dat dansend. Als je zo een beetje aan dat doet, dan voelt het veel minder zwaar. Voilà, goed. Dan gaan we terug omhoog. Ja, we zijn er klaar voor. Wij gaan terug dansen. Hop. Hop, 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 hop. Dat voelt veel minder zwaar. Oh, voilà. Ja. Yeah. Even het uur
kijken. In orde. Nog eventjes tijd. Goed. Ja. Voilà. Heel goed. Even zien. Ja. Eén van jouw been is nu gestrekt. Knie geplooid, omhoog, maakt niet uit, want wij gaan ons concentreren op onze gestrekte been. Voilà. Dus wij gaan proberen tot aan onze knie te gaan en wij gaan tot 8 tellen. Dus probeer vol te houden. Dus dat is stretchen. Dat wil zeggen geduld en volhouden. Even. Ja, we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Heel goed. Je ziet, mijn haar is korter. Mijn ventje heeft mijn haar geknipt. Ja, ik ben super blij. Oké, ja. Andere. Been, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Super. Perfect. We gaan nu beide benen open. Ja. Voilà. Ja. Knietjes. Recht omhoog. Voetjes. Recht omhoog. Yes. Voilà. Heel voorzichtig. Naar binnen. We gaan het even stuk doen. Dus nu wel. Ik ben nu even zo een beetje naar beneden gegaan. Ik voel hier al stretchen. Pas op mensen. Ik heb ook de hele dag achter mijn computer gezeten. Dus ik ben eigenlijk heel blij met die lesjes. Voilà. Want ik heb daar ook zelf heel veel aan. Echt waar. Goed. Wij gaan nu op onze ellebogen. Goed. Ja. Wij gaan even gaan. Dus wij gaan nu. Het trekt een beetje. Ik voel dat. Maar zo niet gaat het lossen. Als je even gaat. Je voelt het lossen. Dat komt in orde. Echt waar. Jouw lichaam begint te luisteren. En nu moet je vooral rustig ademen. Heel belangrijk. Nog eventjes houden. Ik kan nu tot 10 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 en 10. En allemaal. Super. Voilà. Ja. Oké. Yes. Voilà. Leg jouw hand hier. Een andere hand, in mijn geval is dat mijn linkerarm, gaat naar mijn rechterbeen. Dus voorzichtig met jouw rug. Als het niet oké voelt, moet je het uiteraard niet doen. We gaan zo even, ja, even houden. Heel rustig. Ja. Voilà. Dan hebben we de andere kant. Met de rechterarm naar mijn linkerknie. Super, super. Ja. Eventjes houden. Ja, goed. En ik ben zeker dat als we nu terug met open been naar beneden gaan, dat gaat dan nu veel vlotter. Daar ben ik zeker van. Dus je mag jouw losse rug houden. Voilà, we gaan gewoon naar beneden. En eigenlijk jouw lichaam doet nu zeker beter mee dan een paar minuutjes gereden. Even houden. Goed. Voilà. Heel goed.
We gaan nu onze voeten samenbrengen. Ja. Aha. Ik daag jullie uit. Probeer dat thuis te doen. Hè? Het is toch de bedoeling dat wij ons eigen beetje uitdagen. Hè? Probeer die houding te hebben, dus de voeten samen. Knieën. Hoe? Zo plat je kan. Ik weet het, het is niet voor iedereen evident. Maar we gaan nu van die houding gewoon op de grond liggen. Dus nu eigenlijk is nu aan jouw buikspiertjes. We gaan nu, moet zien dat ik niet val, naar beneden. Hier werken jouw buikspiertjes. Jouw rug gaat werven, verwerven. Naar beneden. Voilà. We gaan nu proberen omhoog te gaan. Vanuit die houding. Gaat dat lukken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oeh, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ja. Goed. Ja. Doe jouw voeten nu een beetje verder aan je lichaam. Aha. Steek jouw handen onder de knieën. Yes. Voilà. Dus hier zijn de knietjes op de grond. Voilà. En wij gaan van ons voorhoofd tot aan onze hielen proberen te gaan. Ah. Proberen, wacht. Hè. Ja. Even schaven. Hoofdje omhoog. En we mogen lossen. Voilà. Ja. Yes. Nog even controle. Ja. We hebben nog tijd. Goed. Dat is nu ook oefening die je kent. Wij gaan op onze oor liggen. Dus voilà. Hier is jouw arm. Andere arm gaat daaronder. Jouw hand is open. Jouw hand komt hier liggen. Het is de bedoeling dat je op je oor gaat liggen. Jouw lichaam is los. Is ontspannen. We gaan even houden. Even houden. Ik ga tot de vijf tellen. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan nu rustig omhoog. Voilà. Dan gaan we de andere kant doen. Ja. Terug. Onze hand over onze arm. Hier open. Hier ligt onze hand. Wacht even, mijn haar. Voilà. Even rustig. Ja. En we gaan even houden. 1, 2, 3, 4 en 5. Super. Ja, één op. Voilà. Eventjes onze rug strelen. Dat wil zeggen, we gaan bollenrug maken. En heel voorzichtig hollen. Maar zonder te forceren. Heel voorzichtig. En nog eens omhoog. Ja. En naar beneden. Super. Ja. Goed. Eén been naar achter. Dus mijn rechterbeen naar achter. Mijn linkerarm naar voren. Tot de vijfde. 1, 2, 3, 4. En vijf. En de andere kant. Ja. 1, 2, 3, 4 en 5. Super. En zet je maar. Ja. Voilà, rustig. Ja. Beide armen open en wij gaan met ons hoofd draaien van links naar rechts.
Voilà. En de andere kant. En nog eens. Ja. Armen tot bij jou. Schouders draaien. En dan naar voren. Ja. Goed. We gaan draaien. Heel voorzichtig. Ja. En de andere kant. Vergeet niet te ademen. Voilà. Mijn linkerarm gaat naar mijn rechterknie. Heel voorzichtig. Ja. En terug. Ja. Mijn kant veranderen. Rechterarm naar mijn linkerknie. Yes. Super. In orde. Goed. Ja. Met ons hoofd gewoon heel groot neem. En nog eens heel rustig. Voilà. Heel groot ja. Houders hierkens draaien. Ja. Ja. Goed. Wij gaan proberen recht de rug te houden. Hè? En we mogen samenbrengen en we gaan 5 keer omhoog. Voilà. 1, 2, 3, 4 en 5. En even lossen. Goed. Ja, je mag nu losse rug maken, helemaal los, oké, ontspannen en wij gaan nu helemaal naar beneden en probeer met jouw hoofd tot aan de grond te gaan, als het lukt. Ja, even de schouder, 1, 2, 3, 4 en 5, hoofd omhoog. Ellebogen. Voilà. Ik denk dat dat tijd is. Ja, voilà. Super. Heel erg bedankt dat je mee is. Echt waar, hè? Vorige week, donderdag, was een heel korte les. Dat was eigenlijk super moeilijk. Ik had thuis geen internetverbinding. En ik heb het via 4G moeten doen, dus de kwaliteit is super slecht. Mijn excuses daarvoor. Nu, donderdag, is terug de les om 8 uur. Je bent welkom, uiteraard. En ik hoop dat de technologie mij niet in de steek gaat laten. Dat ik mooie verbindingen ga hebben, zodat we de les kunnen laten doorgaan. Geen probleem. Goed. Voilà, dat was het dus. Ja, heel bedankt. Ik wens jou een heel mooie avond. Heel gezellige avond. En hopelijk zien jullie mij donderdag om 8 uur terug. Dank je wel en allerbeste. Dank je. Wachten.